Goedemiddag, misschien even een paar opmerkingen vooraf. Het kan best zijn dat ik in de loop van mijn betoog dat mijn stem gaat haperen. Dan moet ik maar niet te veel schrikken, dat gaat vanzelf weer over. En dan zal ik de draad vervolgens weer proberen op te pakken. Van de week gebeurde dat 2-3 keer terwijl ik een betoog hield, terwijl de hele dag helemaal niet gebeurd was. Ik sluit niet uit dat er een herhaling komt. Maar nogmaals, normaal gesproken denkt de zaal dan moeten we 112 bellen of iets dergelijks. Doet u dat niet, het is gewoon af en toe lastig. Er zit wel een enorme progressie in, anders was ik hier niet gekomen, had ik het afgezegd. Maar dat zover, zo ernstig is het nou ook weer niet. Ik wil met u spreken over verdwaald in overvloed. Met name rondom de zorg, daar valt denk ik vrij veel over te zeggen. Dat zal ik zo meteen ook proberen. Ik heb vrij veel sheets en slides om toch een impressie te geven waar naar mijn beleven de problematiek op dit moment in de zorg zit en hoe we die zouden moeten kunnen aanpakken. Er staat 40 minuten in het programma. Dat proberen te beperken tot 25, 30 minuten. Ten einde met u nog een aantal dingen door te gaan en vragen en Q&A's en dergelijke. Daar tijd voor in te ruimen. Betekent wel dat ik nog sneller door deze sheets heen zal proberen te gaan. Dus ik hoorde ooit iemand zeggen, doet u de gordels aan. Dat is een beetje wat ik u ook zou willen aanbevelen. Maar nogmaals, ik heb ze wel nodig om tegelijkertijd iets een impressie te geven van de vraagstukken waar de zorg in verkeert en hoe daar overvloed ook een rol in speelt. Maar dat zult u vanzelf terugzien. Ik zoek even het water. Ja. Ook dat moet u me maar niet kwalijk nemen als ik het af en toe wat vaker dan gemiddeld een slok met water zal nemen. Voordat ik nou ga naar het thema verdwaald in overvloed, wil ik eigenlijk met u stilstaan bij een vraagstuk wat 10 jaar geleden speelde. Want dan kunt u een beetje, hoop ik althans, duiden wat de problematiek op dit moment is. En dat doe ik aan de hand van het trefwoord verdwaald in schaarste. En dat waren we namelijk in de jaren 99 en 2000. Wat was het probleem eind jaren 90? Wij kenden in Nederland eind jaren 90 totaal anders dan op dit moment met onze financiële crisis een enorme economische groei. Die had eigenlijk de hele jaren 90 vanaf, vanaf 94 kennen we een groeipercentage van ongeveer 3% op jaarbasis. En Nederland deed gewoon geweldig goed. De werkloosheid die ging gigantisch naar beneden. En onze loonontwikkeling was ook heel gunstig. Op jaarbasis gemeten, dat was ook de voorspelling van het Centraal Planbureau in 1999, de lonen zullen ongeveer met 1% per jaar gaan stijgen. Dat kwam door lastenverlichting die mensen kregen, maar dat is wat minder belangrijk. Maar als je nu kijkt naar de linkerkant van deze slide, dan ziet u de loonontwikkeling in die periode. En die loonontwikkeling was ongeveer 1% regulier, dus zeg maar de cao-lonen. En daarbovenop kwamen de incidentele componenten. En dan zie je een loonstijging van circa 5%. Het Centraal Planbureau zat er in zijn projectie in de jaren 98 compleet naast met de ongeveer 1,5% aan loonstijging. Het werd 5%. Het grote probleem wat zich toen aftekende, met name in de zorg en in het onderwijs, was dat die salarissen daar gewoon niet betaald konden worden. En die salarissen kwamen tot stand vanwege de schaarsteproblematiek. We hadden gewoon te weinig werknemers. En OK-assistenten en verpleegkundigen en leerkrachten en de mensen in de thuiszorg, die verlieten vaak de zorg om betere banen te kunnen krijgen in de marktsector. Dus behalve het feit dat het kostbaar en te kostbaar was, deze ontwikkeling voor de gezondheidszorg, om die loonontwikkeling bij te benen, kwamen er ook nog eens een keertje enorme gaten in het hele voorzieningenniveau wat we in die periode kenden. Dat betekende in de zorg wachtlijsten en in het onderwijs betekent het gewoon te weinig leerkrachten en dat bijvoorbeeld Duits en wiskunde en dergelijke niet gegeven konden worden. Nou, dat is een problematiek die toen ernstig aantikte. Mijn voorganger, mevrouw Borst, moest om de klip klappen, in elk geval zeer regelmatig, naar de Tweede Kamer om uit te gaan leggen wanneer ze nou die wachtlijsten ging oplossen. En die wachtlijstproblematiek was indringend, om maar één voorbeeldje te geven uit de thuiszorg. En de jaren 94 was het zo, 95, dat door de bank genomen zo'n 10% van de vacatures niet binnen 3 maanden vervuld konden worden. Dat was in het jaar 99, was dat 40%. Dus 3 maanden lang moest je wachten voor. Dus 3 problemen deden zich toen voor. Het werd duur, want de salarissen liepen enorm op. We kregen wachtlijsten, want er gingen gaten in het publieke voorzieningenniveau vallen. En het derde probleem was, wie konden die gaten wel oplossen? Dat waren de mensen die voldoende bij kas waren.
die voldoende verdienden, die konden eventueel, met name bij ernstige operaties, weken ze uit naar het buitenland. Een probleem wat met name in het Verenigd Koninkrijk speelde, met luchtbruggen voor mensen die ernstige aandoeningen hadden naar bijvoorbeeld Turkije of landen die meer aanbod kenden. Met andere woorden, verdwaald waren we toen in schaarste en daar moest een oplossing voor komen. Te meer ook, en dat ziet u aan de rechterkant, omdat naar ons beleven die problematiek van de arbeidsmarkt, die toen met name te maken had met een enorme gunstige economische conjunctuur, structureel zou worden. En dat structurele element ziet u rechts. Er is een prognose gedaan van het aantal mensen wat wij nodig hebben in 2025 in de zorg, die wij extra nodig hebben, en dat zijn er 450.000. De mensen die van school komen, onze middelste balkje, is 20.000. Met andere woorden, structureel tot 2025, en daarna wordt die problematiek alleen maar ernstiger, zien we dus die schaarste die in 2000 tot een probleem leidde, incidenteel, wordt zometeen een duurzaam structureel probleem. Nou, als we dat tegemoet zien, en ik vertel u dat wij dan nog hogere salarissen zullen krijgen, dan weet u wat er met zorgkosten gebeurt. U weet ook wat er met het voorzieningenniveau gebeurt. Wachtlijsten zullen terugkeren. En tegelijkertijd zullen diegenen die het kunnen betalen uitwijken naar het buitenland. Dit complex van problemen, waarvan wij overtuigd waren dat die een duurzaam en na 2010-15 bij normale economische groei een permanent karakter hadden, moesten wij oplossen en regeren is vooruitzien. Reden waarom wij in 1999 en wij, was het CDA, maar dat gebeurde ook breder, over na gingen denken hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat we dit probleem gaan vermijden. Nou, wat wij gedaan hebben, en dat is de zorghervorming onder Hans Hogevors geweest, opgenomen in balkenende 1 en 2 in de regeerakkoorden, mede geïnspireerd door het CDA en VVD en jaren daarvoor al de commissie Dekker, is wat u eigenlijk rechts ziet. Maar eerst even nog naar links. Wij kenden in die periode ook een stelsel wat zwaar gebudgeteerd was. Ziekenhuizen kregen een bepaald budget, daar moesten ze dat jaar van doen. En waren de middelen bijvoorbeeld in september op, dan werd er men iets minder, want waarvoor zou je harder gaan werken op het moment dat je er geen extra inkomsten voor krijgt en je zit nu eenmaal toch vast aan je vaste budget. Dat leverde inefficiëntie in de ziekenhuizen en in zorginstellingen op. Nou, dat ziet u links. En het leverde ook gebrek aan innovatie op. Want waarom zou je innoveren en sneller gaan werken, meer patiënten gaan behandelen, op het moment dat het eigenlijk helemaal niks oplevert. En die budgetfinanciering werd algemeen in de jaren 90 gezien als een groot probleem in de zorg, waardoor de productiviteit niet tot stand kwam. Althans, te weinig tot stand kwam. En we hebben zo even gezien dat met minder mensen we meer moeten gaan doen. Dus een reden waarom die budgettering echt een probleem was. Daar komt bij dat Els Borst in die periode ook miljarden op jaarbasis vaak meer gaf aan de zorg. En we wisten niet waar het bleef. Het verdampte als het ware zonder dat de wachtlijsten verdwenen. Met andere woorden, als we dat stelsel zouden handhaven, gegeven de enorme vraagstukken die op ons afkomen, dan wist je dat het op een gegeven moment fout zou gaan lopen. Dus we zagen kostengroei, dat ziet u in de middelste pilaar, kostengroei bij een demografie van vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd gingen die mensen die wachtlijsten geconfronteerd werden, gingen ook naar de rechter en de rechter zei, u hebt recht op zorg. Maar hoe kun je recht op zorg verzilveren en garanderen als je te weinig personeel hebt? Dus dat hele cluster van problemen, te weinig productiviteit was waar we tegenaan liepen. Het idee onder de zorgstelselhervorming, natuurlijk veel te simpel weergegeven, maar desalniettemin in de kern is dat het wel, vindt u aan de rechterkant, namelijk wat wij moeten doen, is gegeven feit dat er meer volumes komen, meer mensen die om zorg vragen, moeten we zorgen dat de prijs naar beneden gaat. Dat houden we betaalbaar. En die lagere prijs is tegelijkertijd een indicatie voor het feit dat er harder gewerkt wordt. Want je behandelt meer patiënten met minder mensen en met minder dokters. Nou, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat die prijs naar beneden gaat, gegeven een groeiende zorgvraag, vergrijzing en dergelijke. Ja, dan moeten we meer competitie creëren. Dus geen budgetten, maar competitie tussen zorgaanbieders onderling. En degene die het goedkoopste doet, die wordt dan gecontracteerd door een zorgverzekeraar. Dat vindt u dus onderin in die rechterpilaar. De volumegroei, die is een fact of life. Aging, vergrijzing en dergelijke komen eraan. En die kunnen we alleen opvangen door meer efficiëntie. En de competitie zal ertoe leiden dat die prijs naar beneden gaat. En niet alleen maar prijzen, het is ook productiviteitsverbetering. Dus het probleem en het feit dat we verdwaald waren in schaarste, moesten we oplossen door productiviteit. En die werd dan aangemoedigd door competitie. Nou, wat ziet u, want we kunnen nu natuurlijk een beetje terugblikken, want deze hervorming vond plaats in 2005.
Wat u ziet is dat die prijzen inderdaad naar beneden gingen. Het is een beetje een ingewikkelde grafiek. Maar u moet met name op de staafdiagrammetjes aan de rechterkant letten. Dat waren namelijk die aandoeningen die, waar de prijs vrijgegeven werd en waarover geconcurreerd kon worden tussen verschillende zorgaanbieders. En je ziet dat die concurrentie werkte. Want we zien een reële prijsdaling van 2% bijvoorbeeld in 2010. En de jaren daarna voorafgaand zagen we ook al lichte prijsdalingen. Dit is gunstig voor de betaalbaarheid van de zorg. En je zou kunnen zeggen, de marktwerking werkt in elk geval op prijsniveau. Nou, ik ga gauw door naar de volgende slide, want dan zult u zien dat dat maar zeer betrekkelijk is. Daarboven ziet u nogmaals de prijsontwikkeling. Zoals u zich aftekenen, daar zien we dus duidelijk gunstige ontwikkelingen. Hieronder ziet u de volumegroei. Nou, u kunt allemaal bedenken, als de prijzen naar beneden gaan, maar je moet meer van iets kopen, ja, daar kan een prijsdaling in de regel niet tegenop, dan gaan de kosten toch omhoog. En dat ziet u aan de linkerkant. Daar hebben we de prijs en de volumeontwikkeling, P en Q. Dus het aantal behandelingen en de prijzen bij elkaar opgeteld. En dan ziet u de totale kostenontwikkeling in de zorg. Dat is ook waar we nu zo'n beetje staan. Deze ontwikkeling en die totale kostenontwikkeling, dit is overigens ziekenhuizen. Ik heb het hier niet over langdurige zorg, curatieve zorg, ziekenhuizen. U ziet dat PMAQ uiteindelijk niet heeft geleid tot enorme kostendalingen. Integendeel, als u bekijkt naar 2008 geloof ik dat het is, dan ziet u een behoorlijke kostenstijging die met name ook te maken heeft, kom ik straks op terug, met het anders betalen van medisch specialisten. Dit is een reëel probleem wat u hier ziet. Want als die kostenontwikkeling op die manier doorgaat, hebben we dus een probleem van betaalbaarheid. Maar tegelijkertijd volume, ja, dat betekent ook dat je daar mensen voor nodig hebt die die zorg leveren. En dan krijgen we dus weer dat arbeidsmarktprobleem. Zeker als de economische groei zometeen weer stabiliseert. Dus in die zin is wat we bereikt hebben met de zorghervorming in termen van kostenontwikkeling en zorgen dat je met minder mensen toe kunt in de zorg, is uiteindelijk tot nog toe in elk geval niet geslaagd. Tot nu toe niet. Ik denk wel dat op zichzelf de contouren redelijk, nou, daar kom ik straks op terug, waarom toch, denk ik, de aanzetten uiteindelijk wel goed zijn. Toch even nog naar de verklaring, hè? Want u kunt zeggen, ja, die volumegroei, dat kan ook te maken hebben met vergrijzing. We worden allemaal ouder, mensen krijgen eerder chronische aandoeningen en dergelijke. Nou, daar hebben we ook binnen Boers & Company naar gekeken en geconstateerd dat de vergrijzing dat in elk geval niet verklaart. We zagen een volumegroei van ongeveer 4% op jaarbasis, 3%. Vorig jaar was het overigens 2,5%. Maar de vergrijzing verklaart daar maar 0,6% van. Het overige is dus niet gerelateerd aan demografie of aan het feit dat we met elkaar ouder worden. Het heeft dus vooral te maken met technologie, maar misschien ook wel met de verwachtingen die we met z'n allen hebben van de zorg. Verwachtingen in termen van, als we naar een arts gaan, dan zal die ook A, weten wat goed voor ons is. We moeten bovendien zo snel mogelijk bij een arts zijn, hè? Want je kan er maar beter zo vroeg mogelijk bij zijn. En bovendien, wat de arts mij aanbeveelt, zal ook uiteindelijk wel goed voor mij zijn. Nou, daar wil ik even bij stilstaan. Is dat nou altijd zo? We hebben hoge verwachtingen van de zorg. Zeker vanuit het idee, en dus ook bij ernstige aandoeningen, je moet er vroeg bij zijn, want dan kan er zo vroeg mogelijk worden geïnterveneerd en dan zijn we gevrijwaard van, althans hopen we ons te vrijwaarden, van allerlei lichamelijk en fysiek ongemak. Ik wil even met u meenemen, dit zijn een paar, voor zover u niet medisch geschoold bent, zijn dit wat contra-intuïtieve plaatjes. En toch denk ik dat het belangrijk is om daarbij stil te staan. Ik ga nog even een slok water nemen. Ik heb vrij bewust voor deze slide gekozen om u een beeld te geven van de problemen waar artsen en patiënten tegenaan lopen en die ook te maken hebben met het gegeven dat we meer en meer kunnen. En dat heeft te maken met overdiagnostiek. Om maar gelijk even hier man en paard te noemen, kom ik zo meteen wel even bij een paar oorzaken. Links ziet u de niet-rokers en de rokers en de mate waarin wij, ik geloof, voor 1000 personen in 5 jaar er longkanker geconstateerd wordt. Nou, links helemaal ziet u bij de niet-rokers, dat was 15 jaar geleden ongeveer in 0,2% van de gevallen zo. En bij rokers ziet u duidelijk meer, ongeveer in 3 van de 1000 mensen in een periode van 5 jaar werd longkanker geconstateerd. Rechts ziet u wat wij nu kunnen constateren.
met onze huidige diagnostische methode en beeldvormende technieken. Er worden dus bij veel meer mensen, zowel bij niet-rokers als bij rokers, wordt dus longkanker geconstateerd op het moment dat je gaat scannen en een diagnose wilt stellen via de moderne beeldvormende technieken. Betekent dat nu dat er meer mensen daadwerkelijk ziek worden, dat er meer mensen overlijden aan longkanker? Nee. Het betekent dus dat het aantal mensen wat wij diagnosticeren met deze potentieel fatale aandoening veel groter geworden is, maar dat het aantal mensen, als we al deze mensen zouden gaan behandelen, dat er veel meer mensen worden behandeld voor iets wat waarschijnlijk nooit fataal zou zijn. Ik zal u dat ook laten zien aan een grafiek van de hand van, ontleend aan een boek van Welch over diagnostics. En dat is bij nierkanker. Bij 100.000 personen in een reeks van 1975 tot 2005. Dus per 100.000 mensen. En dan ziet u het aantal nieuwe diagnoses neemt behoorlijk toe. Maar het sterftepercentage, het sterfteaantal, ziet u dat redelijk stabiel blijft. Maar heel veel mensen hebben hier gehoord dat ze nierkanker hebben. Die zijn daar natuurlijk enorm van geschrokken. Hebben zich wellicht ook laten behandelen. Maar die behandelingen hebben niet geleid tot een afnemend sterftepercentage. Met andere woorden, er zit veel overdiagnostiek en waarschijnlijk ook veel overbehandeling in. Ik zal er zo meteen nog een enkele illustratie van geven. Maar dit patroon van toenemende diagnostiek, wat hier niet in meegenomen is, is het aantal behandelingen. Maar neemt u van mij aan, ook die nemen toe. Terwijl het sterftepercentage dus niet afneemt. Dat is hetzelfde bij huidkanker. Een steile stijging van de mensen waarbij er geconstateerd wordt, terwijl de sterftecijfers niet afnemen. Hetzelfde beeld bij schildklierkanker en bij prostaatkanker. Alhoewel u ziet dat daar de mortaliteit enigszins afneemt. Misschien even aan de hand van prostaatkanker. Ik sprak deze week nog een uroloog die me zei, het is een groot dilemma voor mij. Want als ik mensen aanbeveel op het moment dat ze met klachten komen om een PSA-test te doen, heb je grote kans dat eruit komt dat ze aan prostaatkanker lijden. Dat betekent dat ze wellicht met de dood in de schoenen naar huis gaan, dat ze vervolgens beslissen tot het al dan niet wegnemen van de prostaat, met als gevolg incontinentie, impotentie en allerlei andere nadigheden. Moet je nou wel gaan diagnosticeren? Moet je wel gaan behandelen op het moment dat je een diagnose stelt? Gegeven feit dat het aantal keren dat het helpt niet wezenlijk afneemt. En je moet ongeveer bij 40 mensen een prostaat wegnemen om één fatale aandoening te voorkomen. En bij 1400 mensen wordt er gediagnosticeerd om één fatale aandoening te voorkomen. Met andere woorden, de informatiewaarde van onze diagnostiek neemt af. Nou, bij borstkanker zie je wel een lichte afname in mortaliteit, maar ook daar een enorme toename in mensen die ongerust zijn, zich misschien laten behandelen zonder dat het effect heeft. Dus dit is één, we hebben hoge verwachtingen van de zorg, terwijl de informatiewaarde van onze toenemende technologische mogelijkheden dus aan het afnemen is. Ik moet dan vaak aan Hegel denken, die zei, techniek is een machtige knecht. Nou, hier blijkt wel de macht van de techniek uit en het onvermogen van ons ook, om daar vervolgens, nou ja, onvermogen zal ik niet zeggen, maar de lastige vragen waar het ons vervolgens voor plaatst. Het tweede punt, hoe effectief zijn nou behandelingen? We denken we moeten er vroeg bij zijn, want anders een behandeling kan in elk geval zo effectief mogelijk zijn. Maar zijn nou alle behandelingen effectief en weten we nou wanneer behandelingen echt daadwerkelijk iets een verschil maken? Nou, ik geef u hier even aan, dit is een grafiekje ontleend aan de New English Journal of Medicine. Die hebben gekeken met name naar de NHS, die kennen een ander pakket dan het Nederlandse, daar zit bijvoorbeeld ook acupunctuur in. Maar gewoon gekeken, wat is nou evidence-based en wat is het niet? Nou, als u dan de verschillende staafdiagrammetjes langsloopt, dan ziet u dat voor 11% van de behandelingen weten we dat het gewoon voor mensen goed is. It's beneficial. Bij 23%, daarbovenop, dus in totaal 34%, is het likely to be beneficial. Nou, bij 7 is het een trade-off. Hè. Het kan goed zijn, het kan minder goed zijn. Hangt vaak ook van persoonlijkheidskenmerken af en van omstandigheden waarin mensen verkeren, hoe oud ze zijn en dergelijke. Bij 5% is het, nou ja, waarschijnlijk niet goed voor mensen. En dan de grote bulk, de 51%, is eigenlijk wat Rudy Westendorp uit Leiden altijd zegt. We weten het niet. We weten eigenlijk niet of wat we doen uiteindelijk al dan niet effectief is. Nou, gegeven het feit dat we veel diagnosticeren, gegeven het feit dat we veel doen, waarvan we het ook niet weten, dit heeft dus ook te maken met overvloed en tegelijkertijd
wellicht het verdwaald raken in diezelfde overvloed. Ik geef u één voorbeeld wat ik van mijn collega Jan Kremer meekreeg. Die kreeg het overigens weer van een collega van hem, meneer Mol, mee. Heel simpel rondom de gynaecologie. Nou, ik hoef deze vragen niet allemaal op te lepelen. Maar als leek, en dat ben ik ook, denk je van ja, dat weet men wel, hè, de specialist. Bijvoorbeeld behandeling bij vroege geboorte. Is het nou zinvol, als er een vroege geboorte is, om weeën te gaan remmen, wat vaak gebeurt bij een ziekenhuisopname, of niet? Men weet het gewoon niet. Nou, de derde maar even nemen. Onverklaarde subfertiliteit. Moet je daar nou IVF op toepassen of niet? Gebeurt vaak. Maar we weten het niet. Maar die behandelingen vinden wel plaats. Dus de informatiewaarde van de diagnostiek is aan inflatie onderhevig. En tegelijkertijd zijn er ook veel behandelingen waarvan we niet weten of ze effectief zijn. Dit plaatje geeft een beetje aan wat in het jargon heet praktijkvariatie in de Nederlandse ziekenhuizen is. Hier ziet u de spreiding van ziekenhuizen in de mate waarin men bijvoorbeeld voor tonsillen of voor bij hartoperaties en dergelijke, wat de spreiding daarin zit. Nou, ik zal ze niet allemaal langslopen, ik moet ook op de tijd letten. Maar die spreiding is dus enorm. Die loopt naar de 200% en soms zelfs meer. En het ene ziekenhuis wel behandelen en het andere niet. De mate waarin behandeld wordt, die is enorm. Nou, ik zou u daar veel illustraties van geven, maar ik denk dat ik naar de volgende even doorloop. Toen ik minister was, heb ik zelf aan CVZ gevraagd om nu eens te kijken naar, naar het aantal PCI's, het aantal dotterbehandelingen in Nederland. En de conclusie was dat voor 44% van de dotterbehandelingen het eigenlijk niet nodig zou zijn, omdat medicatie zou kunnen volstaan. Nou, we zagen zo even die enorme volumegroeien in de zorg. Daar zit dus heel veel zorg bij waarvan we het niet weten en soms zelfs eigenlijk weten dat het niet helpt. Maar daar betalen we veel voor en het is voor mensen uiteindelijk zelfs schadelijk. Dan het laatste punt, hè, de diagnostiek. Nou ja, dat levert ons veel meer onzekerheid op dan zekerheid. En soms ook niet hoor, u verstaat mij goed. U hoort mij niet zeggen dat de medische wetenschap altijd achter onzekerheid aanholt. Maar doordat we meer kunnen, vergroten we wel de onzekerheid. Dus bij diagnostiek, de effectiviteit van behandelingen weten we niet helemaal. En het derde punt, wat we nou doen, willen patiënten dat nou ook? Want ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Dit is een analyse, een meta-analyse die gepubliceerd is, Cochrane Studies, in de westerse landen. En dan ziet u aan de linkerkant staan, bijvoorbeeld bij vroege borstkanker, prostaatkanker en dergelijke, als patiënten goed geïnformeerd zouden zijn of ze al dan niet zouden willen behandelen. Nou, dan ziet u een afwijking van feitelijke operaties en of mensen dat ook feitelijk willen. En of de patiënt er ook aan toe is. Nou, u ziet aan die linkerkant dat dat vaak niet het geval is. Dus als je patiënten goed informeert en wijst op de bijwerkingen, dat men minder vaak tot operaties overgaat dan in de regel gebeurt. En bij niet de minste aandoeningen, borstkanker, prostaatkanker. En nou, u ziet hier het lijstje staan. Onderaan ziet u overigens twee voorbeelden waarbij onderbehandeling plaatsvindt, namelijk screening bij darmkanker onder andere. Dit plaatje dat laat dus zien dat het informeren van de patiënt wel buitengewoon belangrijk is om te weten of je behandeling al dan niet moet doen. Dan de volgende, keuzehulpen werken ook in de praktijk. Vorige week of twee weken geleden een onderzoek uit de Verenigde Staten verschenen bij knieprothese en heupprothese. Een patiënt die goed geïnformeerd werd bij de afwegingen, dan ziet u een daling van de knieprothese met, 26%. Nee, bij heupvervangingen 26% en knievervangingen in de 30%. Van mensen die zeiden, nu ik beter geïnformeerd ben, wil ik dat uiteindelijk toch niet. Terwijl we spreken over kosten in de zorg, zien we dus overbehandeling gerelateerd aan wat mensen daadwerkelijk willen. Dit is een studie van mevrouw Ekman naar heupfracturen. Met person-centered care, dus enorm op de persoon toegesneden zorg. En daar ziet u op drie fronten ziet u dat daar ook kostenbesparingen mogelijk zijn door betere zorg te leveren. Aan de ene kant zie je, wat zij dus gedaan hebben is erg op de patiënt inzoomen. Hè. Wat is uw sociale netwerk, wat wilt u hierna nog? En je ziet het aantal lichtdagen zie je afnemen. Rehabilitatie gaat sneller en de kosten die zijn met 40% naar beneden gebracht. Dit is dus in Zweden gebeurd in Göteborg. Nog één voorbeeld van Amerika, Medicare, die er onderzoek naar gedaan heeft op het einde van het leven. Als je een patiënt meeneemt bij de vraag, wil je al dan niet behandeld worden? Dan zie je dus dat de zorgkosten in de laatste week
van het leven enorm afnemen op het moment dat je patiënten informeert en serieus neemt. Dan is vaak de gedachte, dat zag je ook bij deze verkiezingen, maar dan leven mensen minder lang en misschien moeten we het er niet meer voor over hebben. Uit deze studie van Medica blijkt dat mensen die minder intensief behandeld worden, bij in elk geval een aantal aandoeningen langer leven dan diegenen die zwaar onder het medische regime doorgaan. Dus palliatieve zorg is niet alleen maar dat je aangenamer leeft, maar mensen leven ook vaak langer. En ondertussen maken we allemaal die kosten. Misschien nog één uitstapje naar een onderzoek wat Gawande ooit gedaan heeft in Amerika. Die zag een enorme spreiding tussen ziekenhuizen bij operaties in het laatste jaar van het leven. Bij 30% gemiddeld genomen van de mensen in het laatste jaar werd nog geopereerd. Bij 18% in het laatste half jaar en bij nog 9% in de laatste maand. En de spreiding tussen ziekenhuizen was enorm. Nou, even dan hernemen van hoe ons stelsel in elkaar zit. En toch ook een paar lessen die eruit te leren vallen. Misschien even een voorbeeld uit mijn eigen periode toen ik minister was. Ik was op bezoek bij een apotheker in Almere. En die besteedde heel veel aandacht en tijd en geld aan personeel wat mensen bewoog om therapietrouw te zijn. U weet, 50% van de mensen die een aandoening hebben en medicatie voorgeschreven zijn, die gebruiken die medicatie niet voldoende, niet tijdig en dan is ze gewoon niet effectief. En het is natuurlijk gewoon verspilling eigenlijk. En bovendien, die mensen die worden er niet beter van. Nou, therapietrouw kun je mensen in trainen, kun je ze behelpen, kun je in investeren, dat doet de apotheker. Ook een medicatieveiligheid, hè. Heel veel ziekenhuisopnames omdat medicatie tegen elkaar inwerkt. En dat levert ook veel kosten op uiteraard. Maar deze meneer kreeg daar niet voor betaald. Hij kreeg alleen betaald voor het feit dat hij distribueerde. Dat hij een doosje met medicatie aan u aflevert, krijgt de gemiddelde apotheker ongeveer 8 euro voor. Maar voor die zorgverbetering kreeg hij niks. Nou, ik heb toen gezegd, ook intern binnen het departement moeten we gaan veranderen. We moeten de apotheker gaan betalen voor zijn toegevoegde waarde. Voor kwaliteit die hij levert in termen van medicatieveiligheid en in termen van therapietrouw. Dat is inmiddels gebeurd. Ik was in diezelfde periode in de Verenigde Staten en mevrouw Sibelius, mijn collega toen en nog steeds minister van Volksgezondheid, wilde graag weten hoe het Nederlandse stelsel in elkaar zat. Vrij uitvoerig over gesproken. En zei ze tegen mij, en voor mij was dat gecombineerd met die ervaringen van de apotheker, van you've got the same problem as we have. You only pay contacts and no quality and you pay in a fragmented way. Je betaalt ook gefragmenteerd. Bij die apotheker ziet u wat het betekent op het moment dat je alleen contacten betaalt. Dan betaal je alleen maar het feit dat er medicatie verstrekt wordt. In een ziekenhuis betalen wij voor verrichtingen. We betalen ervoor dat er een contactmoment ontstaat met een patiënt. En vooral ook voor het feit dat die patiënt behandeld wordt. Wat gebeurt er nou op het moment dat je efficiënter wilt zijn? Het grote kans, neemt u de apotheker of neemt u het ziekenhuis. Op het moment dat je zegt het moet goedkoper, is dat bijvoorbeeld die apotheker zegt, ja, nou ja, het eerste wat ik eruit gooi, zijn die kosten die ik maak en waar ik niet voor betaald krijg, namelijk medicatieveiligheid en therapietrouw. En bij de gemiddelde specialist, als hij minder tijd voor een patiënt heeft, waar heeft hij minder tijd voor? Voor die goede voorlichting. Die tegelijkertijd, zo zagen we even, die volumes naar beneden brengt. Dus als wij voor doelmatigheid betalen, ontstaat er althans te veel gaan zitten op doelmatigheid in termen van alleen maar prijzen naar beneden, ontstaat wat u links ziet, minder tijd voor de patiënt, minder tijd voor kwaliteit. En wat zegt de gemiddelde, om maar even te illustreren, huisarts op het moment dat hij minder tijd voor de patiënt heeft, ik stuur hem maar door naar het ziekenhuis. Dus krijgen we meer volume en dus krijgen we hogere kosten. Nou, naar mijn stellige overtuiging, en daar hebben we dus ook in de voorgaande periode al aanzetten voor gegeven, moeten we anders gaan betalen en zullen we minder op die doelmatigheid en meer voor kwaliteit moeten gaan betalen. Want dan betekent het, om die apotheker maar even te pakken weer, meer therapietrouw, minder complicaties, meer medicatieveiligheid, minder complicaties. En bij de specialist meer tijd voor de patiënt en dus ook minder behandelingen en lagere kosten. Even zien, ik ga nu even snel door. En dat hebben we maar zo even verteld. Misschien herinnert u zich dat plaatje nog, waarbij ik zei, de volumes die gaan naar boven en de prijzen moeten daarom naar beneden. Dat ziet u daar, rechts nog even, daar links nog even getekend. Wat we eigenlijk moeten doen, is zeggen, nee, we gaan andersom redeneren. We gaan diegene die tijd nodig heeft om kwaliteit te leveren, gaan we meer betalen, zodat de volumes naar beneden gaan. En achter die volumes, het aantal behandelingen wat een specialist doet en een ziekenhuis doet, is de grote kostenfactor in de zorg. En bovendien doen we dan ook meer aan
wat de patiënten willen, want die willen vaak niet behandeld worden als ze goed geïnformeerd zijn. Misschien nog één illustratie wat het zo moeilijk maakt in de gezondheidszorg. En dat heeft te maken met die fragmentatie die ik noemde. Ik zei het al, mevrouw Siberius zei, you've got the same problem as we have. You only pay contacts and no quality. En het tweede, you pay in a fragmented way. Dat ziet u er onderaan staan. Stel nou voor dat in die eerste lijn, dus bij de huisarts of bij de apotheker, men zich meer inspant om u te vrijwaren van complicaties. Dan gaat u minder naar het ziekenhuis. Maar betekent dat nou dat dan de kosten van de zorg afnemen? In de regel is dat niet het geval. Want ik gaf zo even al aan, het is voor een ziekenhuis en een specialist, op het moment dat je veel patiënten hebt en je hebt ook een productiedruk, is het niet zo geweldig moeilijk, en dat gaat vaak helemaal niet malicieus, dat gaat vaak sluipend, het heeft met routine te maken, het heeft met een bepaalde manier van aankijken tegen patiënten te maken, maar om datgene wat er wegvalt aan vraag, om dat aan te vullen met een ander zorgaanbod. Ik zei, het gebeurt niet malicieus, maar soms gebeurt het wel strategisch. Er zijn ziekenhuizen, op het moment dat volume wegvalt, die gaan een Mexicaanse grieppolie openen. Of die gaan verschillende polies openen ten einde meer patiënten te krijgen. Nou, dat kun je alleen maar ondervangen op het moment dat je die fragmentatie weghaalt en zorgt voor een betere aansluiting tussen de huisarts, apotheker en de ziekenhuizen. Want anders staan de verzekeraar voor een grote dilemma dat als hij daarbovenin meer gaat betalen voor betere zorg, en potentieel leidt dat tot minder patiënten en dus tot kostenverlaging. En daar heeft hij als het ware de kost die voor de baat uitgaat, heeft hij er wel voor over. Dat dan die baten niet ontstaan. Want dat ziekenhuis blijft gewoon hetzelfde doen en op hetzelfde niveau. En daarom groeien onze zorgkosten ook zo snel. Want elke innovatie die je betaalt, bij apotheker, huisarts of waar dan ook, en die tot efficiëntieverbetering leidt en minder complicaties, wordt aangevuld in de tweede lijn en blijven de kosten daar in elk geval stationair. Dus we moeten anders gaan betalen en we moeten kwaliteit gaan belonen. Juist door in te zien, en ik zal hier niet te lang op ingaan, want mijn tijd is al ruimschoots voorbij. Maar langs deze lijnen kunnen wij de kwaliteit verbeteren. Kunnen we de volumes naar beneden brengen. Maar dat betekent wel een andere manier van betalen. Namelijk vooral voor kwaliteit, therapietrouw, medicatieveiligheid, tijd nemen voor de patiënt. En vooral een betere beslissingsproces tussen specialist en patiënten. Ten einde één ding ons allen van te doordringen. En dat is het gegeven dat we veel van de zorg verwachten. We altijd denken, baat het niet, de schaadt ook niet. We moeten er vroeg bij zijn. En de werkelijkheid leert dat het veel ingewikkelder is. En dat wij in de regel veel conservatiever worden op het moment dat we een beter geïnformeerde patiënt zijn. Mijn stem heeft gehouden. Ik zal het hierbij laten en naar de Q&A's overgaan. Dank u wel. Zijn er vragen uit de zaal? Ik heb er wel een, maar ik geef graag de zaal. Het gaat gang. Dank u wel, meneer Klink. Lucas Hendricks. Ik kom niet uit de zorg. Ik heb toevallig een aantal discussies geleid. Daar ging het vooral over maatschappelijke investeerders in de wijken, 2020. Aan de hand van een aantal thema's. Een daarvan was ook zorg. Ik hoor op zich een enorm uitgebreid verhaal, maar heel veel. Ik zie heel veel consultancy sheets, behoorlijk technocratisch. Even terug voor mezelf, ik schrok ook. Het gaat uiteindelijk ook, het gaat over zorg. En zorg gaat volgens mij, het gaat over kwaliteit wat u aangeeft, het gaat over toegankelijkheid en het gaat over kosten. Ik heb er kapot geërgerd aan dat het veel te veel vooral ook over die kosten gaat. Natuurlijk gaat het daar ook over. Het gaat over integraliteit, tweede, eerste, nulde lijns, weet ik allemaal wat. Volgens mij was een mooi rapport begin dit jaar van het Cultureel Planbureau. Internationaal vergelijk. U geeft aan vergrijzing zou minder zijn. Er is iets anders wat bijvoorbeeld enorm aankomt, zeker in de westerse landen, is obesitas. Wat een enorme killer gaat worden. U hebt ook een vraag, hè, zo meteen. En wat ik wil aangeven, ik mis heel erg preventie in dit hele verhaal. Dat het heel erg van belang is, met name als het gaat over lifestyle. Ik denk dat het erg van belang zou zijn. Een ander stuk is wat ik ook mis, is zorg. En zeker ook zorg aan huis. En u weet ook dat daar enorm veel winst te behalen valt. Waarbij er tegenwoordig ook voorbeelden zijn als Buurtzorg Nederland. Waarbij die wijkverpleger heel erg centraal gesteld wordt. Maar vooral heel erg vertrouwd wordt, buiten de kostenkant, op het vakmanschap van die mensen zelf. Oké. Okay. Ik ga even meneer Klink gelegenheid geven. Ja, dank u wel. Preventie.
Ja, het spijt me dat ik weer even naar consultancytaal moet overgaan. Dan kom ik zo meteen op uw andere punt wat terug. Preventie is natuurlijk belangrijk. Buitengewoon belangrijk zelfs. Want op het moment dat mensen vanwege overgewicht en dergelijke aandoeningen krijgen, is alleen al om die reden van belang om in die preventie te investeren. Bovendien, sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn enorm. Er zitten met name bepaalde wijken waar die problematiek zich aandient. En je kunt voorspellen dat daar diabetes en dergelijke gewoon een enorme vlucht gaat nemen. En als er één sluipende killer is, dan is het diabetes wel. Dus laat daar geen misverstand over bestaan, ben ik met u eens. Er zijn ook goede initiatieven genomen, onder andere door AGIS in Utrecht. Die wijkgericht hebben geprobeerd te werken en mensen hebben geprobeerd te doordringen dat hun leefstijl moet veranderen. En met ook wel effect, want mensen zijn die leefstijl gaan veranderen. En je ziet ook bij kinderen en bij jongvolwassenen en dergelijke zie je dat terug. Maar dan toch even het punt van, het is technisch. Ik kan u één ding verzekeren. Als, en dat meen ik echt, Jaap Maljus heeft mij ooit gezegd toen ik van de gezondheidszorg niet zo geweldig veel afwist. Als je het detail niet kent van de zorg, sla je bijna altijd de plank mis. En ik had geen idee wat hij daartoe mee bedoelde, maar hij heeft gelijk. Want laten we even een voorbeeld van AGIS nemen. En ik zou u talloze voorbeelden uit de Verenigde Staten kunnen geven. En dan kom ik toch even bij die kosten terug. Hè? Want die kosten zijn een probleem. En achter die kosten zit dus veel behandeling. En veel behandelingen die voor mensen dus niet effectief zijn en soms niet helpen. En daarachter zit veel leed, wat vervolgens ook vermeden kan worden op het moment dat de zorg meer toesnijden of wat werkelijke vragen zijn en mensen serieuzer nemen. Maar als bij die preventie, en dat zien we dus in Utrecht, het aantal mensen wat naar het ziekenhuis gaat bijvoorbeeld afneemt. Maar het zou betekenen dat het totale zorgaanbod van ziekenhuizen niet afneemt, omdat het toch vrij eenvoudig is om dat aan te vullen, dan investeer je dus in preventie door, bij AGIS in de veronderstelling dat je zorgkosten afnemen, maar die blijven stabiel. En vervolgens, en dat frustreert mij dus heel vaak, en daarom heb ik dit verhaal nodig, zie je dat dat een enorme hinderpaal is, een belemmering voor zorgverzekeraars om te investeren in zorgverbetering. In therapietrouw, in medicatieveiligheid, in preventie, in ICT. Waarom belemmert dat? Omdat elke investering die men doet eigenlijk dubbele kosten zijn. En daarom ben ik het met Jan Maljus en anderen eens. Als je stelsel niet goed doorgrondt, dan speel je de middelen niet vrij waarmee je juist aan die zorgverbetering kunt werken. Klink, en dat is hartstikke noodzakelijk. Ik ga even proberen. Kortom, er zijn nog een aantal vragen. Het begon hier, Herman. En dan kom ik boven bij u. Ja, als het je lukt waar te maken wat je nu voorstelt, dan ben je wel een held. Want tot nog toe bij de zorgstelsels, daar had je eigenlijk drie componenten grof gezegd. Toegankelijkheid, kosten en kwaliteit. En de gedachte was, als je één voorop stelt, dat een van de twee anderen in elk geval te lijden heeft. Jij stelt nu na kosten en toegankelijk stel je kwaliteit weer centraal. Maar hoe denk je precies te ontkomen aan die communicerende vaten van die drie? Ja, dat zal ook niet eenvoudig zijn. Maar misschien dat ik het antwoord mag illustreren door te zeggen wat sommige artsen aan het doen zijn. Er verscheen onlangs een artikel in de Volkskrant. Dat heette Dappere Dokters Gevraagd. En daarin werd geïnterviewd Bart Nijman, huisarts in Amsterdam, en Marcel Levy, de voorzitter van de raad van bestuur van het AMC. Wat Marcel Levy en Bart Nijman van plan zijn, maar ik het even tot AMC beperken, is om bijvoorbeeld rondom die heupfracturen en heupaandoeningen en knie en dergelijke, de patiënt daadwerkelijk mee te nemen bij de afwegingen. Stel nou voor dat wat we zo even zagen, dat het aantal behandelingen in het AMC met 30-40% terugloopt. Dat betekent inkomstenverlies voor het AMC. Toch zegt Levy van, zo zei het. Dat zegt ook Ferry Breedveld hier in Leiden. Dan ga ik maar terug. Liever het gymnasium van de zorg dan een gigantisch grote zorginstelling. Maar dan de volgende stap. Stel nou voor dat een zorgverzekeraar zou zeggen van ja, uiteindelijk wordt de patiënt het beste geholpen in het AMC. Want daar nemen ze de patiënt serieus. Bovendien, behandelingen zijn toegesneden op zijn wensen. Men is niet aan het overbehandelen. En voortaan ga ik dat ziekenhuis voorrang geven bij de contractering. Dat is voor een verzekeraar vaak lastig. Hè? Want dan zeggen mensen, ja, wat is dat nou? Ik wil naar mijn vertrouwde ziekenhuis toe. Maar stel nou dat ook de huisartsen dan zouden zeggen, nou, weet je, ik verwijs mijn patiënten voortaan naar het AMC toe. Want daar worden ze serieus genomen. Betere zorg. En wat een verzekeraar dan kan doen samen met de huisarts is die instellingen. En die ziekenhuizen die alleen maar voor productie gaan en volume gaan,
die moeten juist naar beneden gaan. En daar moet de capaciteit wegvallen. Nou, dat spel moet op de wagen. Als dat niet lukt, vrees ik dat we niet komen. En dan ben ik met u eens. Dan zullen die drie elkaar blijven bijten. Okay. Dus behalve dappere dokters hebben we ook dappere verzekeraars nodig. Ik geef je naar boven. Er waren twee dames op de achterste rij. Dank u wel allereerst voor uw exposé. Ik had eigenlijk een vraag. exposé, inderdaad. Ja. Ik hoor heel veel, het gaat vooral inderdaad over efficiëntie. Dat doet u natuurlijk ook goed als consultant en ik begrijp dat het heel belangrijk is. Maar ik vroeg me af, het verhaal lijkt heel dominant op, eigenlijk allemaal geënt of lijkt bijna vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar verteld of beleefd. En ik vraag me af, hoe zijn we toch zover gekomen dat die zorgverzekeraars zoveel macht hebben? Mm-hmm. En eigenlijk misschien dit ook wel sturen? En tegelijkertijd doet u een oproep aan dappere dokters. Ja. En een tweede vraag, als dat mag, daarna. Hoe kijkt u aan tegen de rol van de huisarts in de toekomst? En hoe gaat de politiek, gaat ze daar stelling in nemen, denkt u? Ja, toch even over die doelmatigheid en efficiëntie. Ik moet ergens toch een stevige fout gemaakt hebben bij de presentatie, als dat het beeld is wat bij u blijft hangen. Mijn punt is namelijk, de essentie hiervan is, laten we nou niet op efficiëntie sturen, maar op kwaliteit. En als we dat doen, dan zullen, naar mijn stellige overtuiging, ook het aantal behandelingen zal gaan dalen en daarmee de kosten uiteindelijk gaan dalen. Dus die kwaliteit staat bij mij voorop. Dat laatste punt, die kostendaling, is toch wel even belangrijk om daar nog even bij stil te staan, waarom ik daar toch een punt van maak. We hebben ook de afgelopen weken, ook in het kader van de campagne, discussie gezien en vandaag is die opnieuw een element aan toegevoegd, waarbij het CVZ zegt van die ziekte van pompen en de dure medicatie die ermee gemoeid is. Hè? We kennen ongeveer 150 mensen in Nederland die aan die aandoeningen lijden. Die kosten op jaarbasis tussen de 200.000 en 700.000 euro. Die vraag komt op en dat is een legitieme vraag, zie je ook in Engeland opkomen, is dat niet te duur? En die vraag werd vaak gekoppeld aan het fenomeen, we moeten die vraag wel stellen, want de zorgkosten nemen zo toe dat we onontwijkbaar op die enorme morele dilemma's aan het afstappen zijn. Naar mijn overtuiging, en dat probeer ik hier aan te geven, wordt dat zwaar overdreven. Want die zorgkosten die hangen niet samen met deze 150 mensen, maar die hangen samen met het fenomeen wat ik zo even noemde, van het grote risico van overdiagnostiek, van het grote risico van overbehandeling, waarbij we patiënten niet serieus nemen. En als we die kwaliteit serieus zouden nemen, zouden vervolgens die kosten vanzelf naar beneden gaan. En krijgen we die enorme dilemma's die spelen en die sommigen ertoe verleiden om te gaan zeggen, we moeten ook eens gaan praten over het feit of iemand van 80 nog wel een behandeling moet krijgen, louter en alleen omdat hij zo oud is. Die dilemma's zijn naar mijn beleven op het moment dat je dit serieus zou nemen, niet nodig. En dat heeft eerlijk gezegd niks met consultancy te maken. Want toen ik dit op de agenda zette als minister, had ik geen idee dat ik ooit bij Boos & Company zou komen te werken. Maar het heeft te maken met een enorme zorg voor de patiënten. Voor het feit of dat we de zorg, wat u zo even zei, toegankelijk kunnen houden. En of dat we iedereen ook in de toekomst nog een toereikend pakket kunnen bieden. En daarom vertel ik dit. Want nogmaals, die stap ook naar consultancy heb ik niet gemaakt om, leuke nieuwe baan. Maar dit gaat mij onwaarschijnlijk aan het hart. Dat wij heel veel verspillen in de zorg, terwijl het geen zinnige zorg is. Ik ga u weer even. En de huisarts hebben daar dus een belangrijke rol bij. Ja, een vraag over huisarts. Maar we moeten naar de laatste vraag. Dat spijt me voor u, want die mevrouw was eerder. Is dat goed? Nog meer? Oh jee, sorry. Ik zit, ach jemig. Nou, dan gaan we gewoon nog. Dan gaan we proberen heel kort te houden. Dan heb ik nog mijn vraag. Sorry dat ik niet goed op heb. Dank u wel. Mijn naam is Tanja Reuling. Dank voor het betoog. Ik wilde u vragen over de internationale vergelijking in feite. U heeft heel mooi geschetst waar de problemen liggen van de stijgende zorgkosten. Als ik het goed heb, zijn de zorgkosten in ons omringende landen, waar de kwaliteit natuurlijk vergelijkbaar is, lager. En ik vroeg me af of u kunt uitleggen hoe het komt dat wij in Nederland tegen deze kostenstijging oplopen en ook zo'n veel hoger niveau van kosten hebben voor de zorg als we het vergelijken met België, Duitsland, noem maar op. Ja, dat zou een heel exposé vergen. Het ontloopt elkaar niet veel. Laat ik dat als begin maar even zeggen. Nederland en Duitsland en België, daar kan een procent tussen zitten. 1,5%, maar meer is het ook niet. Verenigde Staten wel.
excuus, die zit op 17% van het bruto nationaal product. Wij op ongeveer 11-12%. Dus zo enorm uiteenlopend is het niet. Je ziet wel dat de afgelopen jaren onder invloed van prestatiebekostiging de kosten in termen van volume toegenomen zijn. Betekent dat nou dat je, wat sommige partijen bepleiten, dat je terug moet naar budgettering? Ik denk het niet. Ik denk dat je dan de problemen van de jaren 90 in volle omvang weer terugkrijgt. Op termijn weer wachtlijsten, gebrek aan innovatie, gebrek aan effectiviteit. Dus ik denk wel dat wij een goed stelsel hebben. Kwalitatief worden we ook hoger gewaardeerd jaar op jaar dan alle andere stelsels in Europa. En ik denk dat we dat moeten zien te behouden. Dus onze kosten liggen inderdaad een fractie hoger, maar we zijn ook wel het beste stelsel in de wereld. Ik ga u even, kort houden ze het niet erg, want dan kan ik nog even een rondje maken. Hier, die mevrouw. Hallo, ik ben Livia Doets uit Amsterdam en ik ben huisarts en ik heb de afgelopen jaar in Amsterdam-Noord gewerkt. Dat is een achterstandswijk voor ieder die daar niet mee bekend is. Kunt u even gaan staan daar? Ja. Ik heb eigenlijk twee vragen, maar ik zal de eerste kort stellen. Wat je net uitgelegd krijgt is dat de NHS in Engeland eigenlijk ook bijvoorbeeld acupunctuur, wat niet evidence-based medicine is, voor sommige delen wel, voor sommige delen niet. Maar vergoed, Nederland doet dat ook met aanvullende pakketten van zorgverzekeringen. Die zeggen wij vergoeden ook homeopathie en andere dingen die niet door onderzoek kunnen worden bevestigd dat ze werkzaam zijn. Hoe vindt u het dat de verzekeringen dat toch in Nederland mogen aanbieden en daarmee mensen eigenlijk op het verkeerde been zetten dat die dingen ook echt daadwerkelijk effectief zouden zijn? Want daar gaat een hoop geld naartoe. Ja, excuus. Dat heeft weinig met emotie te maken hoor, rondom deze vraag, kan ik u melden. Maar dat is er niet mee. Acupunctuur noemde ik bewust, hè, want je moet daar eerlijker zijn. Not evidence-based betekent bij de NAS dat dit er ook deel van uitmaakt. Maar ook allerlei operaties en dergelijke zaten in die 50% begrepen, waarvan je weet dat het uiteindelijk niet per se evidence-based is. Ja, mogen verzekeraars dat aanbieden? Dat is natuurlijk wel een aanvullende pakket. Er zijn talloze mensen die dat echt willen, die er heilig in geloven, die denken dat ze er wel baat bij hebben. Ik vind niet dat de overheid van bovenaf zou moeten bepalen dat je dan in een aanvullend pakket dat niet zou mogen vragen, CQ, dat verzekeraars dat niet zouden mogen aanbieden. Maar ik denk dat je daar wel mee een soort schijn werkzaamheid toekent aan deze soort van geneeswijze. Okay. Die discussie is wel weer heel anders. En ik ga u toch nu even mag ik daar één opmerking nog even naast zetten? Ja, deze mensen zullen zeggen, waar heb je het over? Moet je eens kijken naar de reguliere zorg. Bij jullie is ook 40-50% niet evidence-based. En toch doe je het. En daarover gesproken. Nee, mevrouw, ik ga u echt kort sluiten, want we zijn heel erg over tijd. Ja. En nu, meneer Klink is er zo meteen nog, dus dan kunt u even een kopje thee met hem drinken. Dat gaan we nu doen, namelijk. En we hadden hier nog twee vragen, als u het niet erg vindt. Mevrouw in het gele jasje. Nou, meneer Klink, dank u wel. Mijn naam is Lianne en ik ben een geneeskundestudent. En eigenlijk halverwege je presentatie liet u wat grafieken zien, waarin eigenlijk de diagnoselijn stond, de stijging van diagnose. Mm-hmm. En de mortaliteit die eigenlijk gelijk bleef. Behalve bij borstkanker, want de mortaliteit bleef eigenlijk een beetje gelijk. Maar daalde ook wel iets. Ik zal proberen mijn vraag wat korter en concreter te maken dan de voorgaande vragen. Maar eigenlijk alles wat wij eigenlijk altijd leren met geneeskunde is dat het heel belangrijk is dat de diagnose eigenlijk in een vroeg stadium bijvoorbeeld is. Vooral bij veel soorten kanker, onder andere borstkanker. En er gaat daarom ook heel veel geld uit naar screening. En ik geloof dat vrouwen boven de 55 moeten eigenlijk altijd één keer in de zoveel tijd echt gescreend worden op borstkanker. Omdat de vroege diagnose heel belangrijk is eigenlijk voor de overleving. Maar waar u het eigenlijk ook over had, over die overschatting van de diagnose, daarbij vroeg ik me eigenlijk af op het moment dat dat er niet meer zou zijn, dus dat bijvoorbeeld die screening weg zou vallen, of het dan niet veel moeilijker wordt om naarmate bijvoorbeeld kanker in een moeilijker stadium of in een verder gevorderd stadium wordt ontdekt, dat de behandeling dan moeilijker wordt, dat de mortaliteit dan eigenlijk juist zal stijgen ten opzichte van gelijk blijven, en of de kosten voor de zorg dan niet juist nog hoger worden op het moment dat die screening niet meer zou plaatsvinden. Ja, heel kort antwoord, we lopen heel erg uit. Nou, misschien even borstkanker. Daar heb ik al van gezegd, dat is denk ik, als je naar die afbuiging van de mortaliteit ziet,
Dat is denk ik wel gunstig. Dus ik zou nooit ervoor pleiten om de borstkankerscreening op te heffen. Het is wel altijd een debat, hè, ook in de Verenigde Staten. Vanaf welke leeftijd moet je dat nou gaan doen? VS heeft het onlangs opgehoogd, ook vanwege dit soort cijfers. Je ziet ook een lichte teruggang bij prostaatkanker. Maar bij borstkanker, u zag ook dat ik dat anders geframed heb zo even in die dia. Ik denk dat screeningsprogramma echt buitengewoon nuttig en noodzakelijk is. Neem niet weg dat de verwachtingen er rondomheen soms ook echt overspannen kunnen zijn. En dat geldt met name, nou, ik noem u de uroloog en mijn prostaatkanker. Die zei eigenlijk, jongens, begin er niet te snel aan. Want, nou ja, goed, ik heb het al uitgelegd. Allerlaatste vraag. Okay. Ja, dag meneer Klink. Even een korte vraag, ook omdat hier veel studenten zitten misschien. Wat u voorstelt, of wat uw visie is, of wat een transformatie zou moeten betekenen, misschien wel in de zorgsector. Wat voor weerslag heeft dat dan op de opleidingen mogelijk? En betekent het dat doktoren, specialisten zich anders moeten voorbereiden op die toekomst? En die opleiding is heel lang. Misschien is dat een interessant punt. Ja, ik zou u bijna aanbevelen om het antwoord kort te houden. Atul Gawande, een befaamd auteur in Amerika, jonge man, althans in mijn ogen nog jong. Die hield onlangs een inleiding aan Boston voor aankomende geneeskundestudenten met één kernachtig thema. Wat u zo even ook terugzag in die afbuiging van die volumes. Daaronder ligt het fenomeen, neem de patiënt serieus. Zijn leefsituatie, zijn wensen in het leven, maar vooral ook rondom de complicaties die kunnen optreden op het moment dat je al dan niet behandelt en al dan niet diagnosticeert. En ik denk dat dat punt, dat centraal moet staan in de opleiding vanaf dag 1. Ik ga hier eindigen. We gaan thee drinken. Dank u wel. Applink. Dank u wel.